Luisteraars, als het goed is, hebben wij onze volgende gast aan de telefoon, de heer Daram Mungra. Meneer Mungra, kunt u mij horen? Kunt u mij verstaan? Ik versta u nu Duits en u bent erg goed verstaanbaar. Ja, hoe is het met u? Nou, omstandigheden. Ik denk dus dat met mij gaat het wel goed. Maar waar we ons natuurlijk zeker als politici ons, laten we zeggen, meer ongerust een beetje over maken, is naar de toekomst toe en de toekomst van het land, de toekomst van het volk. En er is natuurlijk ook hoop, maar zijn natuurlijk ook zaken die toch wel een beetje aanleiding meer of minder geven tot toch wel een stuk bezorgdheid. Ja, ja, maar de bezorgdheid, hè, dat kunnen we op verschillende manieren zien of interpreteren. Kunt u daar iets meer over zeggen, iets concreter? Nou kijk, wij staan nu in 2022, wij hebben dus pas goedgekeurd of de overeenkomst met name de Internationaal Monetair Fonds, ja. IMF. Veel mensen hebben dat daarop gewacht, denkende dat dat het wondermiddel zou zijn. Ja. De economie weer op poten zou moeten brengen. Op de rails, ja. En dat alle zaken meteen dan een koek en ei zou zijn. Ik merk ook dat inderdaad er een klein wat effecten zijn gaan spelen. Zo zie ik dat bijvoorbeeld vandaag, ik dacht op de vrije markt, dat met name de dollarkoers, ja, op de vrije markt dacht ik naar 20 was gegaan. Voor een week geleden was het nog iets van 21,60. Ik denk dus dat natuurlijk zeker op dat stuk te effect heeft. Maar is dat alles? Wat wacht ons nog meer? Kijk, u weet dus dat de IMF met name een aantal harde maatregelen als eis heeft gesteld en die maatregelen zullen nog tot uitvoering gebracht moeten worden. Ik heb begrepen ook in gesprekken met onder andere functionarissen die ook met de IMF hebben onderhandeld, dat met name de eis van de IMF, onder andere om met name de rentevoet van banken naar die 30% te stuwen, dat vrij hard is. En dat is dus typisch het IMF-beleid geweest in veel landen. 30% om 30% om geld te kunnen lenen? Om geld te kunnen lenen, ja. En dat is het model namelijk. Het is een model dat niet uit de lucht is komen vallen. U weet dat tijdens president Carter, toen had je ook hoge inflatie in Amerika. Mm-hmm. Werkloosheid was goed toegenomen. Toen heeft men, dacht ik, als chairman van de Fed, de Federal Reserve Bank, de centrale bank daar, die heeft men toen aangesteld. Hij was een heel knappe econoom. En die heeft namelijk om die inflatie te brengen van ongeveer 21-22%, wat voor Amerikaanse begrippen heel hoog was, heeft hij dus inderdaad, is het hem gelukt binnen anderhalf jaar die inflatie te bedwingen door met name die rentevoet zwaar omhoog te brengen. Dat was een successtory, die inflatie is bedwongen. Maar wat was het effect? Er is in de hele historie van de centrale bank is er nooit zo oproer geweest. Protesten, armoede, werkloosheid. Het gaat erom tegen welke prijs. En we rekenen Amerika zo vergelijken met onze situatie. En is natuurlijk het enige land die bijvoorbeeld vrijelijk dollars mag bijdrukken. Ze hebben dat probleem van die koersproblematiek die wij hebben. Alle andere landen hebben ze niet. Je drukt maar vast. Dus daarna, de herstel die is gekomen in de economie, was toen daarna vrij snel gekomen. Maar het volk had daar heel zwaar onder geleden. Vandaar dat toen president Reagan daar kwam op die positie. Het eerste wat hij doet is meteen Volkers toen meteen de laan uitstoelen en hem onmiddellijk met ontslag uitstoelen als een daad van om zaken, als het ware,
de volkswoede te bekeren. Nou, de IMF en heeft sindsdien heeft altijd dat middel dat men toen heeft gebruikt van het verhoogde van de rentevoet om inflatie te beteugelen, gezien als het wondermiddel. En men heeft het à la dol toegepast. En kijkt u goed naar alle landen waar met name die zware eis om die rentes omhoog te brengen, heeft geleid tot vrij grote onrust, et cetera, veel werkloosheid in landen, armoede, et cetera. U weet dat op dit moment hebben we dat geval ook in Brazilië, we hebben het niet zo lang geleden ook in Argentinië. En wanneer we dat in Suriname, die hoge eisen, want dat is één van ze, maar komen nog meer. Zo zal de benzineprijzen zullen ook maar conform moeten naar ongeveer, ik dacht zo'n 22 SRD per liter op een gegeven moment moeten komen en ook andere zaken. Dus wat het gevolg daarvan zijn, wat er is, een situatie dat we hebben, is dat we een zwaar verarmde bevolking hebben op dit moment. De mensen zijn gewoon arm geworden, het leven is onbetaalbaar duur voor heel velen. De armoede, het aantal mensen dat zwaar beneden de armoedegrens moet leven, dat is zeker 70-80% van de mensen die onder die grens leven. Gigahoog. Dus in die omstandigheden waarbij de mensen al letterlijk en figuurlijk honger lijden, ja, maatregelen straks moeten invoeren. Nogmaals, het is een eis van de IMF. Suriname heeft dat moeten slikken. Ja, ze hebben natuurlijk hun best gedaan om het te overtuigen dat men andere manier wil bewandelen. Maar de IMF heeft op dat stuk, heb ik begrepen, ze wil gekregen. En wat de effecten daarvan zijn, denk ik, is niet mis. Ik heb daarom ook geschreven en gezegd van kijk, dat op een gegeven moment het zeker zijn gunstige effect zal hebben. Want ik denk dat inderdaad de maatregel op zich veel effect zal hebben op het beteugelen van de inflatie. Maar we krijgen wel een situatie misschien waarbij we het gras laten groeien, maar die paarden doet gaan. Begrijp je? En dat is namelijk, vanuit, ik heb gezegd, het zou goed zijn dat de regering vooral dat aspect goed in rekening mee houdt en zorgt dus dat de mensen in ieder geval nog leven door deze hele operatie kunnen komen. Begrijp je? Want en dat is een stukje bezorgdheid die er is, omdat het zal niet alleen gaan met die armoede en die er zal zijn, maar ik denk dat met name als vooral de midden- en middelgrote en kleine bedrijven, dat die in een dergelijke situatie waar bankrentes, stel je voor bankrentes naar 20-30% gaan, betekent gewoon het einde van toch wel vele bedrijven. Ik denk dat we zeker een paar duizend bedrijven gaan moeten sluiten. Ja. Dus ik heb nog niet de maatregelen gezien en ik denk dus de maatregelen zoals zij aangegeven in dat herstelprogramma zoals we zien, denk ik zal toch wel vrij onvoldoende zijn als je dat berekent en zet het af tegen de effecten die kunnen voortvloeien uit het doordrukken van deze eisen. We hebben één geluk dat op dit moment de banken in Suriname zelf niet zo staan te springen en zo willing zijn om inderdaad die rente te stuwen naar 30%, ondanks de druk van de centrale bank. Maar op een gegeven moment denk ik dat er zeker de maatregelen daar zullen komen om die IMF-eis toch wel inhoud te gaan geven. En het ziet er niet zo rooskleurig uit en vandaar dat ik het jammer vond dat de president toen heeft gezegd 2022 wordt een geweldig jaar. We worden niet als Dubai, maar we gaan wel een beetje erop lijken. Kijk, dat is jou net wat je niet moet doen. Ik wil geloven hè, dat de president goede dingen wil doen. En we moeten natuurlijk de regering, we moeten hem ook steunen daarin. Maar het laatste wat je moet doen is wanneer je volk leidt,
En we weten dat we door het diepe dal, we weten dus dat we door moeilijke fases zullen gaan. Hou dan geen roestgeur en maneschijn aan de mensen voor. En probeer gewoon precies te zeggen wat het traject is, wat we gaan moeten doormaken. En hoe en op welke wijze daaruit zullen komen. Ja. Dan ga je de mensen meekrijgen. En met als eerste voorwaarde om een totale mindshift te brengen. Want wanneer je mensen precies in de oorlog, de generaal in de oorlog gaat en je ziet de vijand daar, de soldaten weten, anderen gaan, kinderen gaan wiezen worden, de vrouwen gaan hun mannen kwijtraken. Dus je gaat risico nemen, je gaat de strijd in. Het is de generaal die zegt, oké, dat ga ik in het voorhoeden en ik geef voorbeeld dat ik zelf begin met dat offer en dat gevaar te nemen. Maar dat voorbeeld niet geeft. Ja, meneer Moongema, we zijn aan het einde gekomen van dit gesprek, maar toch nog even dit. Als u dit zo zegt, en ik luister naar politici in Suriname, heb ik het gevoel dat zij toch heel positief zijn en ook positieve boodschappen brengen. Ja, kijk, je moet positieve boodschappen brengen over dingen die positief zijn. Net wat ik zeg, wat ons te wachten zijn. Op een gegeven moment, met de mogelijkheden zal het wel, maar ik denk wel, ik blijf realistisch, dat we toch wel die dal waar we doorheen zullen moeten gaan, dat we nog niet daarin, dat we wel moeten rekenen hoe dat we door een dal zullen moeten gaan, om uiteindelijk misschien naar het beloofde land. Maar laten we de mensen niet beloven dat we direct in het beloofde land of voor die poorten van het beloofde land zijn gekomen. Want je gaat daarmee alleen maar de geloofwaardigheid verliezen. We moeten offers brengen en ik zeg, geef het voorbeeld, neem zelf het voorbeeld voor touw, dat je zelf bereid bent ook offers te brengen, dan zal het denk ik dat je de bevolking wel zal kunnen meekrijgen. Maar ik denk op dat stuk dat onze politici toch wel een stukje andere instelling moeten hebben. Nou, meneer Moongema, ik vind het heel mooi, het getuigt van realiteitszin zoals u het verwoordt. En ik denk dat het beter is om deze boodschap zoals u nu deze boodschap naar voren gebracht hebt, dat dit eigenlijk een eerlijke boodschap is. We zijn gekomen aan het einde van het interview, we komen ongetwijfeld hierop ook weer terug en we zullen u opnieuw benaderen. Voor een interview, we zijn blij dat u onze luisteraars hebt bijgepraat en dat u ook gewezen hebt op andere aspecten van het IMF-akkoord en dat het dieptepunt wellicht nog niet bereikt is. Maar dat we toch positief moeten blijven, maar dat de regering ook sober moet zijn en het goede voorbeeld moet geven naar de burgers, naar haar bevolking toe. Meneer Moongema, mogen wij u bedanken voor het interview en wensen u prettige feestdagen en een prettig uiteinde toe. Ja, u allen ook natuurlijk. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het programma. Wel geïnformeerd op deze zondag, tweede kerstdag in 2021.